Beste mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rijtik op de Week. Mijn naam is John van der Rijt en ik neem jullie weer mee in een week hier bij ons op de zaak. Het is een bijzondere week geweest met een oplichtingsschandaal. Identiteitsfraude gepleegd op onze naam. Mijn persoonlijke naam is gebruikt in een WhatsApp-contact met meerdere gedupeerden. Daar hebben wij alles aan gedaan om dit bekend te maken. Socials hebben we ingeschakeld. Ik persoonlijk kan hier heel slecht tegen. Onze naam die wij 24 jaar hebben opgebouwd, wordt nogal te grabben gegooid. Onze merchandise is klaar om besteld te worden. We hebben hier Chantal met een mooie sportieve hoodie. Ons rijdlogo natuurlijk erop. Het Brembo logo, Texa, Mobile One. Miltech, Dynamic Flush Force. En hier achterop het bekende Rijd Kick op de Week logo. Deze hoodies hebben we in het zwart en in het grijs, in het lichtgrijs. Polo's hebben we alleen in zwart, in bijna alle maten. De caps die zijn ook klaar, die zijn 3D geborduurd. Ziet er ook super strak uit. Wil je nou iets bestellen van onze kleding? Stuur dan een e-mail naar info@rijdautos.nl. Dus info@rijdautos.nl. Ja, verder natuurlijk heel veel kijkplezier met aflevering 76. Elf jaar geleden verkocht je deze bijzondere 325 Eclosport aan Danny, samen met zijn vader. Helaas, kort na aanschaf van deze auto is zijn vader overleden. En dat heeft Danny doen besluiten om deze auto volgens mij nooit meer weg te doen. We gaan hem weer een nieuw leven inblazen. Audi RS6, Nardo Grijs op de bühne. Hij is hier vanwege het piepende remmen. Ze gaan we oplossen. Auto vrij recent geleverd. Gaan we oplossen middels nieuwe remblokken. Ford Fiesta op de brug. Voor het spuiten van de voorbumper en van de dorpellijst. En een RS6 uit Duitsland. Met een heel leuk kenteken. Voor een interne motorreiniging. Bobine, bougiewissel. Ook bij deze auto weer hetzelfde probleem. Die inlaatslangen gescheurd. Hebben we ondertussen voorraad liggen. De interne motorreiniging uiteraard van de Dynamic Flush. Hier liggen de nieuwe onderdelen. De bobines, de bougies, de filters en de inlaatslangen. Na wat graafwerk komen we uit bij de bobines. Die gaan we vervangen. En uiteraard aan de andere kant, dus een iets lastigere kant. Aan de linkerkant kun je er iets moeilijker bij dan aan de rechterkant. In autothermen praten we altijd links, dus de kant waar het stuurwiel zit. Ook al staan we andersom voor de auto. Dus ook bij deze, alle acht bobines en alle acht bougies. Ondertussen hangt hij aan de interne motorreddingsmachine van Dynamic Flush. Verder alles weer gemonteerd. Voor het interne reinigen van die motoren moet natuurlijk de motor kunnen lopen. En dat lukt niet zonder bougies. Andere klanten bezoek met een RS6 Performance. Met die prachtige 22 inch vossen onder de auto. H&R verlaagd. Miltech uitlaatsysteem. Hele dikke machine, 605 pk natuurlijk. Klant op bezoek voor de CLA 45 AMG met inruil van deze Golf GTI. En verse nieuwe voorraad Audi S6 uit 2016. In een hele mooie bijzondere uitvoering. Moonshine blauw metallic. Een hele mooie paarsblauwe kleur. Opties zijn erg interessant bij deze auto. Dennis is volop bezig aan de 325 e-clubsport van Danny. De nieuw binnengekomen S6. En een klant voor de Audi Q5 op bezoek met inderdaad van deze mooie Golf GTE. Audi R8 voor reparatie aan het airco-systeem. Het is dinsdagochtend. Onderweg naar de zaak.
vandaag een mooie dag. Roy komt ons team versterken. We hebben weer een monteur erbij. Dus ja, wel leuk. Weer extra hulp. We hebben het hard nodig. Onze planning liep een beetje op tot een maand, anderhalve maand. Dat is te lang. We willen onze klanten niet te lang laten wachten. Dus vandaag hulp van Roy. Vito nummer 1 voor vandaag. Bandenwissel. Zometeen komt er nog eentje binnen. En een hele mooie, dikke, vette Audi RS5. Volledig Capristo uitgevoerd. Tot in elk detail. Overal carbon. Voor een klein vermogen aan aanpassing aan deze auto. De sideskirts, de diffuser achter carbon. Voor in de voorbumper de diffuser. Die splitters, alles is carbon. Die Capristo uitlaat. Klinkt overigens het echt 100 keer beter dan nu op de, met de microfoon waar wij mee filmen. Onder de motorkap. Afdekkappen, motorafdekkap, alles is full carbon. Na het paleisten gaat Dennis de auto ontvetten en in de lakverzegeling zetten. En Vito nummer 1 wordt van de brug afgereden en gaan we uitlijnen. En daar is Vito nummer 2. BMW 135, de diffuserwissel en een spuiten van de voorbumper. En ook deze Audi RS5 gaan we aan de binnenkant volledig reinigen. Hangt al aan de interne motorreinigingsmachine van Dynamic Flush. Wat een apparaat. We hebben er ook nog eentje staan in de showroom, voor degenen die het interesseren. Ook die hele mooie RS5 coupé. Check onze website even. De Cake op de Weekbus. Mooi bestikkerd. Al over het circuit van Titi Assen gevlogen met 70 km per uur. De petjes zijn te verkrijgen. Mooi met een dik relief geborduurd. De hoodies zijn verkrijgbaar in het zwart en in het lichtgrijs. En we hebben natuurlijk ook prachtige polo's in alle maten. Anthraciet matgrijze C63S is alweer verkocht. De diffuser van de M135. En de nieuwe versie in het Hoogland zwart gespoten. Ziet er weer ietsje dikker uit. De R8 wordt binnengereden. Een kleine tour door de werkplaats op deze dinsdagochtend. BMW 135i binnengekregen voor een opfrisbeurt. Voorbumper gaan we spuiten opnieuw. Had wat steenslagschade, lak begon los te laten. Ze wordt opnieuw gespoten. Op verzoek klant. Een hoogglans zwarte diffuser geplaatst.
met mooie diffuser vinden eronder. Wellicht gaan we het uitlaatsysteem ook nog aanpakken deze week, maar daar later meer voor. C63 SAMG facelift model van 2017 gaan we afleveren klaarmaken. Moet aardig wat aan gebeuren. Remblokken voor en achter. En een grote service. Hier staan de originele Mercedes spulletjes klaar voor de service. Transmissieolie moet worden ververst. Achterasolie. Luchtfilters. En een motorolie service. Dan hebben we ook een R8 binnengekregen. 4.2 FSI. Eerste generatie R8. Met een airco probleem. Je kunt zien, condensers zijn lek en ook niet meer in een heel goede conditie. Natuurlijk aardig steenslaggevoelig. Als er één lek, bumper moet eraf, gaan we de andere controleren. Is die ook slecht, gaan we adviseren die mee te vervangen. Het is toch een auto waardoor je het aardig warm kan krijgen. Dus een goed werkende airco is dan absoluut wenselijk. Dit zijn de oude condensers. De linker en de rechter. En hier linksonder liggen de nieuwe klaar. Die gaan we nu monteren. Dat liep alleen helemaal anders toen hij aangaf dat hij een terugval had gehad in de coronatijd. Dus dat hele interview sloeg helemaal nergens te verstoren. De nieuwe zijn ondertussen gemonteerd. Gaan we zo meteen het systeem vervullen en dan kan deze R8 weer lekker fris de zomer door. Het scheelt een uur reistijd, dus dat is hartstikke mooi. Hier liggen de oude. Ja, het gemak, het comfort. Ik denk dat we hier straks heel veel tevreden reizigers zijn natuurlijk erg steenslaggevoelig. Dennis is bezig met de Cela 45 AMG uit 2016. Ondertussen is de RS6 uit Duitsland van die Duitse klant is klaar en de nieuwe toelevering van Miltek uitlaatsystemen. Nogmaals terug bij Dennis. We zijn alweer een paar stappen verder. We gaan daarna foto's maken. Klantenbezoek voor de X5M 50i. In de ruil van deze super dikke Mercedes. Helaas zijn we niet tot een deal kunnen komen. Ondertussen is Dennis klaar met de Cela. Mooie diepzwarte Cela 45 AMG 4MATIC. Weinig kilometer staat nu bij ons op de website. Allemaal labmiddeltjes. De bumper gedemonteerd bij de Ford Fiesta en de skirt gedemonteerd. Deze gaan we wegbrengen en die worden gespoten. We zijn met de BMW M135 X-Drive onderweg naar Den Bosch om de verblijfsvergunning te regelen. Het is een 2015 M135 X-Drive, 36.000 kilometer gelopen. We hebben een paar leuke wielen ondergelegd, zoals gebruikelijk. Dus we gaan nu de papieren regelen en dan kom je binnenkort weer online. Aangekomen in Den Bosch, 20 kilo. Audi Q7, Sepangblauw, mijn favoriete kleur. Vorig jaar door ons geleverd. En nu hier voor een stukje onderhoud. Bomvolle Q7. Ik rijd momenteel in de Audi RS6 2015 facelift model 560 pk. 83.000 kilometer lopen. Die vorige week binnenkomen met die rode gordels. Auto is alweer verkocht. Die stond zeggen en schrijven, ik denk twee dagen bij ons in de showroom. Kwam er een klant voor, kwam in principe voor de BMW M3. Daarbij moest ik mededelen dat die auto verkocht was. Wat achteraf dus weer niet klopt, want die auto hadden we verkocht. Klaargemaakt, financieringsvoorstel gedaan, akkoord. Financieringscontract moest ondertekend worden. En toen was er een probleem met het rijbewijs van die meneer. Dus helaas, die deal gaat niet door. Auto ondertussen een week of vier gereserveerd, denk ik, voordat de financiën allemaal geregeld waren. Is nu dus geregeld, alleen nu wordt er niet getekend. Dus dat is de andere kant van het verhaal.
in een paar afleveringen terug volgens mij al verteld dat die auto verkocht is. Is dus niet zo. Dus ja, we reserveren geen auto's, maar als mensen op een gegeven moment bezig zijn met zijn auto, op een gegeven moment hebben ze een kleine aanbetaling gedaan, nou dan is dat voor het redelijk serieus. Maar niets is minder waar, deal gaat niet door. Dus auto is gewoon nog te koop. Vandaag weer binnen- en buitenkant compleet klaargemaakt. Gepoetst en wel. De beurt, alles is al uitgevoerd, omdat we dat hadden afgesproken. Maar ja, zo loopt het ook wel eens ooit. Balen, maar het is niet anders. Nu even met de RS6 naar het uitlijnbedrijf. Die gaat die auto nog een keer uitlijnen, zoals afgesproken. En dan gaan we hem vrijdag of zaterdag leveren. Een hele dikke en bijzondere Porsche Cayenne Turbo S. Een hele bijzondere uitvoering. Veel carbon, veel opties voor wat reparaties. Die twee delen hier boven op de motor die worden vervangen. Daar wordt het vacuümgedeelte in geregeld. Hier hebben we deze al nieuw liggen. Die zitten links en rechts boven op de klepperdeksel. Het membraanklepje zit erin. De 2015 Audi RS6 is uitgelijnd en staat nu zo goed als klaar om afgeleverd te worden. Is erg snel gegaan. Komt weer een 2016 performance aan. Volgende week of die week erop is die binnen. Audi A4 van de overbuurman op bezoek voor onderhoud. Tja, ontspaard een scooter. Voor de tweede keer het gevecht tegen kanker. En het enige wat wij kunnen doen is hopen dat alles goed gaat. En hoe fijn is het dan dat je hem kunt helpen met een custom-made voetsteun. Zodat hij naar huis kan rijden zonder te veel pijn aan zijn been. Uiteraard ook meteen een dikke rep erop. En het kentekenplaathoudertje van rijdt erop. De Mercedes CLA 45 AMG. Klaar om gefotografeerd te worden. Gaat vandaag online. Super mooie uitvoering. ...380 pk, 4-cilinder. 4MATIC, dus aangedreven op alle vierde wielen. Voorzien van een groot navigatiesysteem. Wat overigens super mooi werkt. Ik zal laten zien wat voor functies deze auto allemaal heeft. Werkt erg mooi. Erg overzichtelijk. Ook een mooie functie op deze CLA is het volgende momentje. Dynamic Select. Komt ja, motorgegevens. En dit krijg je dan te zien. Is toch gaaf? Verder voorzien van veel leuke opties. Climate Control. Leer met Alcantara. Die stoelen met die rode gordels en onder die hoofdsteunen die ambianceverlichting. Dat is hier bij de voorstoelen hetzelfde verhaal. De volgende is aan de beurt. De matgrijze C63S AMG is alweer verkocht. Gaan we toch even op een foto zetten natuurlijk. Monster van een auto. 510 pk en in een super mooie originele matgrijze kleur. Erg leuke Ford Fiesta. Voorzien van die nieuw gespoten skirt en die nieuw gespoten voorbumper. Prachtig mooie BMW F31 Touring op de brug. M-Sport uitgevoerd voor een interne motorreiniging. En daarbij ook een automaatbak olieservice. Daarbij moet natuurlijk de karterpan vervangen worden, want in die karterpan zit de oliefilter. Die hebben we hier origineel klaar liggen van ZF. Die gaan we zo meteen plaatsen. Nee, dit is geen waterleiding, maar een uitlaat van een Up GTI. En daar gaan wij iets aan doen. Onze keurmeester Dennis, die heeft hem bekeken en hij keurt hem af. Wat gaan we doen? Plaatsen van een Miltech uitlaatsysteem, speciaal ontwikkeld voor de Volkswagen Up GTI. We zullen eens even gaan testen. Mooi
carbon eindstukje erop. Past mooi in die donkere diffuser. En Dennis? Kijk, daar worden we vrolijk van. De auto is nu warm gereden. Gaan we nog één keer controleren of alles goed zit. Een keer nastellen. Deze klant heeft ook nog een schitterend mooie RS4 recent bij ons aangeschaft. Ook met een Miltek uitlaatsysteem. En kon het niet laten om voor zijn vrouw ook een andere uitlaat te laten monteren. De interne motorreiniging bij de BMW F31 is in volle gang. En de karterpan is ondertussen gedemonteerd van de automatische transmissie. Er is hier ook zo'n magneet zitten die het velsel probeert op te vangen. Wat er wel eens vrijkomt. En dit is de onderkant van de automaatbak met de Megatronic. De nieuwe set staat hier klaar. Nieuwe schroefjes, nieuwe karterpan met ingebouwd filter. Hier zit het oliefilter. Hele mooie Audi A7 op bezoek. Ook voor een interne motorreiniging en een plaatsen van een tuning set voor de originele soundmodule die onder de auto hangt, links en rechts. Mensen komen helemaal uit Groningen gereden naar het mooie Brabant. Trouwe volgers van Cake Up The Week, erg leuk om te horen. A7 B-turbo met nu nog mooier geluid. Op deze manier wordt de wereld steeds verrotter helaas. Er zijn op deze aardkloot helaas veel mensen die over de rug van anderen geld willen verdienen. Op een niet eerlijke manier. Er gebeurt natuurlijk de laatste tijd heel veel qua WhatsApp-fraude. Dan stuurt iemand een berichtje van papa, ik ben mijn telefoon verloren of hij is kwijt, hij is in het water gevallen, ik heb een nieuw nummer. En dan verder in het gesprek doen ze dus alsof ze de zoon zijn van en vragen ze om geld. Helaas trappen er nog veel te veel mensen in. Nu weer iets nieuws. Ze hebben identiteitsfraude gepleegd bij ons bedrijf. Wat is er gebeurd? Autoschout is volgezet met auto's die iets te goedkoop zijn. Als je daarop reageert, als je die advertentie ziet, dan zie je gewoon een auto bij een particulier staan in Uden. Onder ons postcode. Verder weinig mis mee, staat het niet onze naam bij, noem maar op. Er staat alleen een 06-nummer bij. Wat gebeurt er? Stel je gaat reageren op die auto, dan krijg je een reactie via WhatsApp. Dat WhatsApp-contact is gevuld met mijn profielfoto. En ze doen zich voor alsof dat ze bij ons werken. En dat autobedrijf John van der Rij die auto te koop heeft staan. Het volgende, dan op een gegeven moment dan ga je verder. Nou, die auto is natuurlijk te goedkoop, dus eigenlijk te mooi om waar te zijn. Moet je als particulier zijn natuurlijk ook al extra alert zijn. Dan gaan ze natuurlijk zeggen dat er heel veel mensen reageren op die auto. En als je die auto wil reserveren, dan kan dat middels een aanbetaling. En die aanbetaling, dat is hun verdienste.
Daar staat dan bij Autobedrijf John van der Rijt BV met ons adresnummer op. Ons vaste telefoonnummer is bijna hetzelfde, maar niet helemaal hetzelfde. Dus als je dat gaat bellen, dan kom je toch bij iemand anders uit. Het 06-nummer waar we mee appen is natuurlijk van de oplichter zelf. De profielfoto is van ons. Naam, adresgegevens, alles klopt gewoon. Alleen het bankrekeningnummer is natuurlijk van de oplichters zelf. Mensen gaan hun geld overmaken en kunnen fluiten naar hun centen. Dat is probleem nummer 1. Probleem nummer 2 is dat ik komende dagen hier waarschijnlijk meerdere klanten kan gaan ontvangen. Die klanten van die oplichter, die hun auto hier op komen halen. Dat is probleem nummer 2. En dan staan wij natuurlijk als autobedrijf gigantisch voor paal. En dan is het volgende probleem. Dan kunnen ze nog gaan denken dat wij hun hebben opgelicht. Dat is het volgende probleem. Als die mensen hier dus je auto komen halen, hebben wij geen auto om mee te geven. Want die auto bestaat gewoon helemaal niet. Dat is gewoon een gestolen advertentie. Een nep advertentie. En dan moeten wij uit gaan leggen dat hun opgelicht zijn, noem maar op, onder onze naam. Leg dat maar eens uit aan iemand die bijvoorbeeld 1500 euro heeft overgemaakt aan autobedrijf John van der Rijt. Om hun auto op te kunnen halen, om een auto te kopen. Is een behoorlijk groot probleem. Ik heb contact gehad met Autoscout. Dus het schijnt nu dat er een stuk of 8 advertenties, er zijn er alweer een paar gekomen en weer gegaan. Gelukkig had ik gisteren iemand aan de telefoon, daardoor kwam ik erachter dat ze identiteitsfraude hadden gepleegd met onze naam. Dat was een man die belde op van, ik bel voor die Volvo V40. Ik zei, nou, die heb ik niet staan. Hij zei, nou, dat dacht ik al, want hij vond het al vreemd, die auto was iets te goedkoop, eigenlijk te mooi om waar te zijn. En hij belde heel slim even naar ons bedrijf. Dus niet naar dat 06-nummer, maar naar ons bedrijf. En wat blijkt inderdaad, die auto hebben wij niet. En die man was ook bijna ingetrapt, maar die is tenminste nog even slim geweest om ons te bellen. Ik heb uiteraard het nummer geprobeerd te bellen. Eerst stond er nog een foto bij van een verkoper tussen een paar auto's in. En nu staat er dus ondertussen mijn profielfoto bij. Logisch, want die hebben ze natuurlijk van mijn WhatsApp afgepakt. Ik hoop dat die mannen snel stoppen met deze onzin. Waarschijnlijk niet, want ze gaan, als het bij ons niet lukt, gaan ze weer met een ander autobedrijf aan de haal. En dan gaan ze weer andere mensen benadelen. Dus wees gewaarschuwd. Mocht je twijfelen, bel ons rechtstreeks even. Wees gewaarschuwd. Wederom een 3-serie op de brug. Nu geen F31, maar een F30, dus een sedanversie. In die prachtige kleur, estoril blauw metallic. Volledig M-Sport uitgevoerd. We hebben hier een probleempje met de Gela 45 AMG. Er is bij de Mercedes dealer iemand bezig geweest om een krasje weg te krijgen. Helaas is die iets te ver doorgegaan en is er door de blanke lak geschuurd. Dus de enige optie is om dit stuk te spuiten. En nou moet ik even met de spuiter overleggen of dat het op deze rand gehouden kan worden. Dus daar het plekje maken en dan hier uitspuiten. Of de gehele deur in de blanke lak. We willen natuurlijk zo min mogelijk spuiten aan een auto, maar wat nodig is, is nodig. De velgen voor de F31, estoril blauw. Nieuwe bandjes monteren. En het leveren van de Audi RS6. Mooi gevulde wielkuipen. Nieuwe eigenaar staat op de popel om de auto mee te nemen. Binnenkort komt hij terug voor het monteren van een Miltec. Ik heb geadviseerd, rij eerst eens even met de auto, geniet eens van die auto. En dan geniet je over een paar maanden nog veel meer van die Miltec. BMW M3 E92 voor het plaatsen van een nieuwe accu. En de estoril blauwe BMW F30. Ook bij deze auto gaan we de chargepipe vervangen. Dus die kunststofbuis die gaat eruit en er wordt een stevige aluminiumbuis geplaatst. Het is zover, de Audi RS6 gaat mee met de nieuwe eigenaar. De Audi A4 van de overbuurman is klaar om meegenomen te worden. Een paar nieuwe draagarmen gemonteerd, APK gekeurd. Dennis is ondertussen klaar met het detailen van die prachtige 325i Clubsport. Zeer mooie, diepe glans. Volledig in de lakverzekering gezet.
prachtige auto. De koplamp hebben we laten spuiten. De navies en de klauwen hebben we gespoten. Ziet er wel super strak uit. Kapjes voor in de bumper hebben we hoog en zwart gespoten. Kijk eens wat een diepe glans er in die auto zit. Blijft een fantastisch mooi model die E46 en vooral in die clubsportuitvoering. Carbon zwart metallic. Dus dat carbon zwart is die kleur die in de zon een beetje donkerblauw wordt. Het leer ziet er ook als nieuw uit. Het stuur hebben we ontvet en ontsmet en mat gemaakt. Ziet er mooi uit. Aflevering van de Audi Q5 3 liter V6 TDI S-Line. Met 21 inch lichtmetaal, HNR, verlagingszetter eronder gemonteerd. 286 pk quattro. Nog een keer de Wiesmann MF5. Die dikke vette V10 in het vooronder van de M5 E60. De BMW M135 staat klaar om opgehaald te worden. De Audi RS4 wordt meegenomen voor een nieuwe aflevering van Ride Classics. Die komt dus binnenkort voorbij. 58.000 kilometer gelopen. En daar gaat hij dan. Terug naar Geleen. Prachtige auto. Hoogglanszwarte ringen plaatsen in de grill van deze Audi A5 Sportback uit België. En hier moeten we nog wel wat meer aan doen. Prachtige Volkswagen Scirocco op bezoek. In een hele bijzondere geel paramourkleur, origineel affabriek. Zwart leder met een geel biesje. Echt een hele gave uitvoering. Trouwe kijkers van Cake Up The Week. Binnenkort hopelijk, mochten we hem kunnen leveren, dan hopelijk nog een keer terug in de Cake Up The Week. Voor het plaatsen van een nieuw uitlaatsysteem. Ik heb juist een berichtje gehad van een telefoontje gehad van Top Gear Nederland. Ze hebben het berichtje opgepikt van Instagram. En ze willen er graag een stukje over schrijven om mensen te waarschuwen voor dit soort praktijken. Willen we natuurlijk uiteraard graag meewerken en dat gaan we ook doen. We gaan zo meteen wat foto's sturen en dan komt er binnenkort bij Top Gear voorbij. Zo zie je alweer wat de kracht is van social media. Dus mensen, wees gewaarschuwd. Zojuist de zoveelste consument aan de telefoon gehad. Die toch even voor de zekerheid wil weten wat er aan de hand is. Voordat hij €2500 overmaakt. Dus, het is nu duidelijk, ze vragen €2500 aanbetaling. En dat wordt gestort op een rekeningnummer van de Rabobank. Rekeningnummer heb ik inmiddels. Dus mensen, kijk uit. Maak niet zomaar geld over. Ik heb net contact gehad met Autoschout weer. Ik heb met Undercover Nederland gebeld. En we hebben al contact gehad, wat ik net zei, met Top Gear. Die hebben al een stukje gepost. Dus dat is ook wel goed om mensen wakker te maken. En ik ga zo meteen nog even terug naar de politie. Want ik heb nu ondertussen het rekeningnummer van deze meneer. Of deze mevrouw. Weet je niet. En dan gaan we er verder mee. We gaan een grote beurt uitvoeren aan de BMW M3 Competition. Deze auto was in principe al verkocht. Helaas, door het niet hebben van een Europees rijbewijs, kregen wij deze auto niet via een financiering geleverd aan de nieuwe eigenaar. Dus we zijn nu bezig met het uitvoeren van een volledige onderhoudsbeurt. Als deze is uitgevoerd, dan gaat hij weer lekker terug in de showroom. Dus deze auto is gewoon weer beschikbaar. Mooie M3 Competition in 2017 met maar 36.000 kilometer. Maar wel voorzien nu van nieuwe bougies. 6 stuks. Black on black M3 met die mooie carbon stabilisatorstang erin. Ook de remvloeistof gaan we verversen. Politiebureau Uden, melding maken van hetgene wat er is gebeurd. Net weer een klant gebeld, of weer een gedupeerde gebeld, die €1500 heeft overgemaakt naar dit nummer. Dus we zijn er volop mee bezig en ik hoop dat het de schade beperkt blijft, maar ik ben er bang voor. Het is zo triest hoe dat werkt hier in Nederland. Ik heb
net aangifte gedaan van oplichting. Kunnen helaas weinig doen. De politie zegt, bel de Rabobank. Ze komen zo meteen nog even langs om officieel de aangifte op te nemen. De bank zegt van je moet bij de politie zijn. De politie zegt ja, je kunt dit dus en zo doen. Maar ja, ondertussen heb ik net weer iemand aan de telefoon gehad die 1500 euro heeft overgemaakt naar autobedrijf John van der Rijt, maar onder het rekeningnummer van een oplichter. Dus het zal komende dagen nog erg gezellig worden hier op de zaak. Met mensen die dus gedupeerd zijn. Waar wij dus echt niks aan kunnen doen. En we proberen nou echt alles te regelen om maar ervoor te zorgen dat dit probleem wordt opgelost. Alleen ik heb het bankrekeningnummer van die persoon. Heb ik. Dus ik zou zeggen, Rabobank, blokkeer dat nummer even. Bevries het even. En zoek eerst uit wat er aan de hand is. Die schade die mensen oplopen en die wij als bedrijf oplopen. Dat gaat gewoon echt wel in de cijfers. Ik probeer toch nog even wat te werken vandaag. De levering van de CELA 45 AMG Miltec. Heerlijk geluid. Inrallen deze auto. Volkswagen Golf GTI. DSG. Volgende week online. En we hebben de BMW M140 verkocht met inruil van deze Golf GTI van 2014. Dit was jouw weer aflevering 76 van Rijd Kick op de Week. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. We zijn afgelopen week de 30.000 abonnees gepasseerd. Erg leuk. Dankjewel daarvoor. Even onder op het knopje abonneren drukken. Belletje aanzetten en je krijgt automatisch een update wanneer wij nieuwe content plaatsen. We hebben een drukke week achter de rug. Het is een beetje een hectische week geweest. Ook met het oprichtingsverhaal wat we mee hebben gemaakt. We gaan volgende week weer lekker fris van start. Gaan we vastleggen voor jullie. Dus ik zie jullie graag volgende week terug bij de nieuwe Rijd Kick op de Week.